Patrick Stolk, het moest er een keer van komen. Eerste puntverlies. Staat er daarom een teleurgestelde speler tegenover me? Ja, uiteindelijk als je niet wint, dan ben je altijd wel teleurgesteld. Alleen ik denk dat dit wel een terechte uitslag is in 0-0. Toch, als je echt naar de kansen kijkt, naar de 100% kansen, hebben jullie denk ik meer gehad. Hè? Het begon al na 1 minuut voor Zimmerman. Ja, ik denk dat dit zeker waar is, dat je de beste kansen voor ons waren. Op het laatst worden hun nog wat een paar keer gevaarlijk met wat kansjes, wat mogelijkheden. Maar ik denk dat dit typisch een wedstrijd was. Wie de eerste goal zou maken, die zou hem uithalen ook. Wat zegt jou dit? Dat jullie tegen een titelfavoriet gelijk kunnen spelen, misschien zelfs moeten winnen. Eerder wonnen jullie ook al bij WKE. Durf jij wel gewoon te stellen dat jullie echt ook terecht daar bovenin staan? Ja, dat durf ik zeker te stellen. Ja. Als je kijkt welke ploegen we nu hebben gehad, dan denk ik dat het allemaal gerenommeerde topklasse ploegen zijn. En ja, dat doen we op dit moment zeker niet voor onder. Eerste helft, een incident. Je kwam met je hoofd tegen een medespeler aan, tegen Van Waas. Ja. Wat gebeurde daar? Een beetje miscommunicatie? Ja, miscommunicatie inderdaad. We dachten allebei de bal even weg te koppen. En ik kwam met mijn voorhoofd tegen zijn mond aan. En ja, was een flinke tand door zijn lippen in ieder geval. Ik weet niet of, hoe het voor de rest is, maar hij viel in ieder geval uit in de rust. Ja. Wat is jouw schade? Ja, niks. Heel hard hoofd. Dan even iets heel anders. Waarschijnlijk is het de allerlaatste wedstrijd geweest dat jullie hier op gras hebben gespeeld. Want er komt kunstgras. Vind je dat lekker? Ja, ik denk het wel. Kijk, ik moet zeggen, het veld ligt er nu nog prima bij. Ja, je krijgt straks de wintermaanden. Dan weten we allemaal wat het veld allemaal gaat doen. Dan denk ik dat wij ook een ploeg hebben om op kunstgras uit de voeten te kunnen. Dus dat is ideaal. Ja, nu gaan jullie waarschijnlijk dan wel uitwijken, hè? De komende twee thuiswedstrijden, omdat dat kunstgras hier aangelegd moet worden. Wordt een beetje vreemd, de thuiswedstrijden op een ander terrein. Ja, ik zou in principe ook nog niet weten waar we heen uit gaan wijken, maar ja, het is wel vreemd inderdaad. Ik geloof dat we nu 1,5 jaar al ongeslagen zijn op dit veld, dus in dat opzicht is het niet prettig om hier weg te moeten. Tot slot, jullie laten eigenlijk de hele competitie al zien dat jullie wel heel moeilijk te verslaan zijn, sowieso, want jullie hebben nog niet verloren, maar ook ja, verdedigend heel weinig weggeven. Ja, ik geloof dat we 3 goals tegen hebben in de competitie. Ja, vandaag ook weer tegen een topploeg hou je toch weer de 0. Je geeft heel weinig weg. Ja, dan de organisatie staat en we hebben mensen normaal gesproken voorin die een goal kunnen maken. En ja, dan ben je al heel ver.